Leuk dat je kijkt naar deze week vlog. Deze week een aantal dingen, nog een klein stukje Paarden YouTubers Live Event, want daar waren we natuurlijk zaterdag en zondag. Toen zijn we 2 dagen vergeten te vloggen. Sorry! Oproep, want ja, wij willen toch vervoer. En nog wat rijden en zo. Dus veel plezier met kijken! En span. Oh, zit er! Ja, ik ben er afgevallen, zoals jullie gezien hebben waarschijnlijk. Maar dat komt gewoon omdat ik heel veel spanning opbouw. Jullie hebben zelf gezien dat ik door die oxer heen gevallen ben. En sindsdien ben ik ook spoken en beren aan het zien. En dan stelt Jordi iets voor dat ik eigenlijk bij voorbaat al niet zie zitten. Dat alle, het andere vind ik spannend, maar dat rondje vind ik dan, zie ik dan niet zitten. En dan moet ik het eigenlijk ook gewoon niet doen. En dan doe ik het toch. En dan gaat het mis omdat ik dan te gespannen raak. Dan raakt Verona gespannen. En dan gaan dingen gewoon mis. Dus dat is niet zo heel handig van mezelf. Gelukkig hebben we dan Gina bij ons die heel prima kan springen en het gewoon over kan nemen. En nu moet ik wel koelen, maar zoals jullie zien, het werkt allemaal wel. Het doet wel een beetje zeer. Iets meer dan een beetje zeer. Maar het werkt allemaal wel. Zo, ze ging net een soort van Hinneke naar me. Het is ook wel waar, hè? Het heeft toch helemaal niks met Hinneke te maken? Nee, hè? Het heeft ook nou met Hinneke te maken. En Henja had ook even aandacht. Dus lopen we ook even naar Henja. Hoi, hoi. Ja. Heb je ook aandacht? Ga je me likken? Hallo, zacht ze. Hi. Heb jij wat eten? Sorry. Oh ja, ja, ja. Heel lekker ding. Ja. Wil je geef me wel eten, want ik heb honger. Ze heeft het er maar. Zo, en we gaan naar Bel. Want ik ga zoper rijden. We gaan buiten. Ik heb nu mooi hart voor paardenvest aan. Dan heb ik ook nog mijn pas een hart voor paardendekje. Jee! Het is nog van sterren. Ja, gaan wij mee even rijden? Ja. Weet je, dit is gewoon een rare maar leuke pony. Hallo. Zo trots op haar nog steeds. Ja. Van paardenjutje rijden. Wat vind jij van roze dekjes, Vera? Heel leuk. Nu heb je hier geen dekjes. Vindt ze mooier? Ja, ik wel, ja. Wie snapt dat nou? Waarom vind je dat mooier? Omdat ik meer van blauw hou dan van roze. Roze vind ik wel leuk en zo, maar... Gemeen! Het is vandaag woensdag en door het Paarden YouTubers Live Event hebben we helaas vergeten maandag en dinsdag te vloggen. Sorry. Het was een beetje anders dan anders. Kijk, daar komt Gina. Gio, sorry. Daar komt Gio. Al die namen ook. Dat is lastig. Oh schat, houd toch op. Kom. Hoe vond je Paarden YouTubers Live Event? Super! Super! Ik vond het heel leuk! Ja! Het was ook heel leuk. Ja. Ik vond het ook heel leuk. Een van de leukste dingen vond was jullie ontmoeten. Dat is ook wel echt heel gaaf. Ja. Nu gaan we even buiten rijden. Verona en Bella. Verona is een beetje aan het tutten, dus ik ga even deze wegleggen. Het is vrij druk in de bak. Voor ons doen dan. We zijn er 4. En wij nu 6. En ons Tessaatje is even lekker aan het instappen. En die zal zo wel andere dingen gaan doen. Ze was vandaag in het fris blauw, zei ze. Oké, fris blauw. Bel gaat briesen, dus dan ontspant ze. Zo is ze braaf. Hum. Het is een sen. Kerst, heb je weinig gereden, hè? Het was heel warm. Ja, heb je wel zonder... Ja, dat was wel lekker. Want toen was ze al helemaal bezweet van een beetje rijden. Ja, echt. Volgens mij was het een half uurtje. Nou, misschien zelfs minder. Maar toen al bezweet. Ja. Wij gaan regelmatig wel eens ergens heen, toch Tess? Ja. En dan huren wij altijd een trailer. Of een veewagen. En dat is best duur. Ja. Dus had ik bedacht. Ik ga wat centjes. Je moet wel mij in beeld houden. Ik hou jou in beeld. Ja. Had ik bedacht.
wat centjes sparen. We gaan een trailer kopen. Alleen, ik weet niet of jullie wel eens een trailer gekocht hebben. Of een veewagen, of wat dan ook. Maar er is best heel veel keus. Dus, nu wil ik wel advies over welke trailer of veewagen of wat dan ook. Misschien vrachtwagen? Nee. Zo overdreven. Maar, niet hem. Maar, hoe je een trailer koopt. Hebben jullie goede ervaringen met iemand? Of ben je misschien wel een bedrijf dat trailers en veewagens en zo verhuurt of leest of verkoopt of iets? Dan hoor ik het heel graag. Dat zou super tof zijn, want dan kunnen wij eens eventjes ons gaan oriënteren op onze eigen trailer. Het is vandaag vrijdag en ik ga wat leuks doen en dat gaan jullie morgen denk ik wel zien. Ja, ja. We gaan namelijk ons kanaal een beetje uitbreiden met nog twee dames. Voornamelijk omdat die in de springsport zitten, wat we ook heel erg leuk vinden. Dressuur is natuurlijk super gaaf, maar springen ook. En morgen gaan we ze aan jullie voorstellen. We zijn nu bezig hier op het springterrein. Ik laat de dametjes natuurlijk nog niet zien, hè. Maar eentje kennen jullie al. En die ander misschien ook al wel. Nou ja, het is gewoon leuk. Dus morgen even kijken. Kijk eens wie er gisteren geboren is. Lucky van de Middelhof. Met zijn It's mama. Lucky. It's Lucky. It's Lucky, sorry. It's Lucky van de Middelhof. En daar hebben we Evita, de mama. Kijk dan. Eén dag oud. Nog niet eens een dag. Vannacht om 1 uur geboren. Ja, gelukt. Volgens mij maken moeder en zoon het uitstekend. Wat een scheetje. Ik zag op die foto's van jou die geboortehoefjes. Nou hè. Hij is klein. Hoe snel is dat? Was die al uitgerekend? Ja, precies op de dag. Echt? Oh. 13 jaar. Ik dacht zelf de 15 jaar, maar ik heb er gemist. Of je even opzij wil gaan. Zo. Zag je? Ja. Ik niet. Ik laat hem lekker erbij staan. Mooi, hè? Kijk hem dribbelen. Oh. Wat een scheet, man. Leuk dat je hebt gekeken naar deze weekvlog. Ik zie, morgen is de video met de mensen ja, die we toch nog bij Hart voor Paarden gaan doen. Superleuk. Dus ik zie je heel graag morgen bij de volgende video. En bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En tot de volgende keer. Doeg!